Ik ben bezig met een filmpje van een meisje die hier vroeger heeft gewoond. En die heeft daar in de flat gewoond. Samen met... zij heet Greetje Faber. En zij kende ook een aantal andere leeftijdgenoten die hier ook hebben gewoond. Dat is onder andere Timmy Kops. Victor Macaré heeft hier gewoond. Wie? Victor Macaré. En Ronnie Derksen. Ja, tuurlijk. Maar die hebben hier allemaal gewoond in de Talmastraat. Dus vandaar. Ja, ik woon hier net niet zo lang. Hoe lang woont u hier al? Anderhalf jaar. Oh ja, okay. Maar ik heb vroeger in de Oefenstraat gewoond. Oké, je hebt een mooie tuin moet ik zeggen. Ja, hè? Mooi hè? Ja, ja. Zo, prachtig. Buiten lust. Heel mooi. U vindt het niet erg dat ik daar een opname van maak? Je vindt het wel. Oké. Angela ziet er oud uit, hè? Ja. Prachtig. Goed, ik ga even verder filmen. Vanavond SBS6. YouTube. YouTube? Ja. Kom maar kijken. Binnenkort. Moet je eens kijken naar Harry Leushuis. Oh, dat moet je even opschrijven. Ja, oké. Okay. Heb je een pen bij je? Ja, ik kan wel even pakken. Nee, dank u. U komt er niet op, hoor. Maar wat is het voor, Karema? Dit is voor een persoonlijk document van iemand die hier vroeger in de Talmastraat heeft gewoond. Die heeft daar in de flat gewoond. Och. En daar ben ik een liedje voor aan het maken. Och. Oh ja. En dat meisje heet Greetje Faber, althans zo heette ze toen. Nee, die ken ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, maar dan hebben we het wel over bijna 45, 50 jaar geleden, hè? Nee, toen was ik er nog nou net. Dat bedoel ik. En die heeft het ook over een aantal vrienden die later in een beatband zaten, de Field Street 5. Die ken ik wel. Waarvan een aantal leden ook in deze Talmastraat hebben gewoond. Ja. Ja. En omdat er recent een reunie was van de Field Street 5 in de Vaaltstraat, heeft ze gezegd van nou, ik mis eigenlijk wel een nummertje wat een beetje over de Talmastraat gaat. Want de Field Street 5, die naam is afgeleid van de Akkerstraat uit de Hoven. En daar kwamen twee leden van de Field Street 5 vandaan. Ja. Maar er kwamen ook een aantal leden uit de Talmastraat vandaan. En in een filmpje wat ik op YouTube heb gezet, wordt wel gewag gemaakt van het ontstaan uit de Hoven. Maar niet het ontstaan in de Talmastraat. En dat vond ze toch wel een gemis. Ja, tuurlijk. En daar heeft ze me op gewezen. Dus ik heb gezegd van nou, dan ga ik terug naar de Talmastraat. Ja. En dan ga ik eens even kijken hoe de situatie daar nu bij staat. Roze geur en maneskijk. En het is nog steeds gezellig in de Talmastraat. Ja hoor. Ja, super gezellig. Niks geen last. Ja. Nou schrijft u maar op, Harry Leusha. Ja, ja, ja. Oh, ik schrijf het even op. Je schrijft zelf maar. Oké. Okay. Doe dat ding maar even vast. Waar is dat voor? Voor een fout die voor wat fout. Je kunt terugvinden op YouTube. This song is for all those who were once born in Thelma Street and who lost each other out of sight, and they're back again. These are the days of the endless summer. These are the days, the time is now. There's no past, there's only future. There's only here, there's only now. Oh, your smiling face, your gracious presence. The fires of spring are kindling bright. Oh, the radiant heart and the song of glory, crying freedom in the night. These are the days by the sparkling river. It
his timely grace and a treasured find. This is the love of the one musician to turn the water into wine. You've got a home.